Welkom. We gaan vandaag het Wiggers-diagram maken. Dus in plaats van dat het hele bord al vol staat en vol getekend is, ga ik hem samen met jullie tekenen. Dat je een beter begrip krijgt hoe het diagram werkt. Het Wiggers-diagram, misschien zegt de titel je niks, is het diagram wat in BINAS 84D3 staat. Dat is dit diagram. En dat gaan we natekenen. En stap voor stap leid ik je dan door de processen die er die er plaatsvindt. Waarmee we beginnen is we gaan van de aorta naar de kamer, naar de boezem en dan het volume bepalen. Dus we beginnen met de aorta. De druk in de aorta is de bloeddruk en die ligt dus tussen de 80 en de 120 mm kwik. Dus die is hier zo 80, die stijgt tot 120. En komt weer op 80. En dit duurt 3/10 seconde ongeveer. Je ziet hier op de x-as, mijn x-as heb ik de tijd in seconden. En het hele proces, één cyclus, een hartcyclus, duurt ongeveer 0,8 seconden. Dus dit is de bloeddruk in de aorta. Dan gaan we hierna, moet ik even spieken, dan gaan we rode stift. De aorta krijgt het bloed uit de kamer, dus gaan we kijken wat de bloeddruk in de kamer is. En de bloeddruk in de kamer die heeft veel hogere, de waarden liggen veel verder uit elkaar. De bloeddruk in de kamer kan van 0 tot, 100, tot net iets hoger dan 120 gaan. Dus die is hier 0. Die stijgt dan razendsnel. Loopt hier boven de aorta. En zakt hier in. En is dan bijna weer nul. Dit boogje hier, hier kom ik zo op. Maar je ziet dat hier is die bloeddruk van de kamer groter dan de aorta. En dat is op het moment dat die hartkamer samenknijpt en het bloed de aorta instuwt. Dus deze twee punten, hier en hier, die vertellen ons iets, want dit is een switch. Hier is de bloeddruk, daarvoor is de bloeddruk lager in de kamer dan in de aorta. Hier tussenin, tussen die twee punten, is de bloeddruk van de kamer hoger dan in de aorta. En dat betekent dus dat het bloed van de kamer naar de aorta loopt. En hier is dat weer niet het geval, dan is de bloeddruk weer lager dan in de aorta. Dat betekent dus dat de hartkleppen hier open gaan en daar dicht gaan. De aortaklep, hè? Dit is de aortaklep, die gaat hier open, dan gaat bloed in die aorta en hier sluit die weer, zodat het bloed niet terug kan. Zo kan je dat ook in je BINAS vinden. Dan gaan we nu kijken naar de boezem. Boezem doe ik in zwart. En die boezem, die loopt in drie kleine boogjes. Loopt die hier een hele lage bloeddruk. Loopt hier zeg maar over de bodem van onze grafiek. Hetzelfde wat we net behandeld hebben is hier ook aan de hand. Hier, dit is dus de boezem. Ik zal het even bijschrijven. Dit was kamerdruk. En dit was aortadruk. En die boezem, zie je, die ligt hier. Boven de kamer, ligt hier boven de kamer. Dus we hebben ook weer hier twee punten. Dus van hier tot hier en van hier tot hier is de boezemdruk is groter dan de kamer. En dan stroomt er dus bloed van de boezem naar de kamer. En deze twee plekken zijn dus het moment dat die kamer zich vult. En dan kunnen we de laatste grafiek, die kunnen we tekenen. En dat is de grafiek van het volume. Dan heb ik hier een tweede i-as heb ik hier gemaakt. Ik weet dat die volume van die kamer, die zit tussen de 130 en de 50 milliliter. Ja, dus 50. Nou, hij is het laagst als die kamer zich helemaal uit heeft geknepen. Dus dat is na dit gebeuren. Dus hier is die 50, is die het laagst. Hij is het hoogst. Net aan het begin van die periode, dus vlak voordat die kamer zich gaat samenknijpen, dat is hier, dan is die 130, dan zit die hier ongeveer.
hij zakt dus hier, dan zakt hij naar beneden. En vanuit hier vult hij zich weer, hè, als hier de boezemdruk groter is dan de kamer, vult hij zich weer met, even gelijk, zo, met bloed vanuit de boezem. Het is best gecompliceerd. Teken hem zelf een paar keer mee. En volg hem met je pinas. Je ziet dat in de pinas staat ook de ECG nog. Maar die laat ik hier buiten beschouwing. Het is een zeer goede oefening om het hart eens lekker door te nemen en kijken wat er nou allemaal gebeurt. Dus denk goed na over wat deze vier punten nou betekenen. Teken die vier lijnen in je grafiek. En je hart en je hartdruk, dat komt allemaal in je kopje terecht. Succes!